goedemiddag. Kan ik u helpen, meneer? Ja, ik wou graag een frietje. Wat voor frietje? Frietje oorlog. Patatje oorlog? Ja, lekker. Wilt u de uien bij? Ja, heerlijk. Knol Power! Dames en heren, en leuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol, dit is Bas. En hij heeft echt een heerlijk ontbijtje gemaakt. 2 eieren met multivitamine. En we gaan er weer een super mooie dag van maken. Ik ben heel erg blij dat jullie er weer bij zijn. En ik zou zeggen, ga je nou genieten van deze vlog? Weet je dat nu al? Ja, ik bedoel, misschien ben je een vaste kijker. Doe dan even een blauw duimpje omhoog, vind ik super tof om te zien. En dan ga ik even ontbijten en dan gaan wij iets heel leuks doen vandaag. Tenminste, iets wat ik nog nooit eerder heb gedaan, dus... Dat is meestal wel leuk. Wie zit er zo te miauwen? Miauw! 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 Kom maar hoog. Ja, komt hoor. Springt ze vanaf de grond in één keer op deze tafel? Echt? Wow! Ik kan niet ouderen. Kijk hoe dik die ook is, jongen. Niet normaal. Ik wist het. Hoe ontzettend vet zou het zijn als je in dat bakje zit daarnaast? Ja, dat is dik, man. Wow, check hoe cool, hè? Zo. Dat lijkt me echt tof om nog een keertje mee te maken in zo'n bak, want je ligt dan ook heel erg laag. Dat past er maar niet in, gek. Dan zit je echt zo, hoor. Dan zit je zo. Zeg je nou dat ik te dik ben? Ten eerste ja, ten tweede je bent gewoon lang. En ten derde ja, ze willen jou er gewoon niet in hebben. Ik denk dat het best nog wel wat ruimte is hoor in zo'n bak. Alleen het lijkt me gewoon een beetje eng, zo op de snelweg, je ligt heel erg laag. In ieder geval koud. Nou, weet ik ook niet. Ja, zeker wel, je loopt vol met je bakjes in de wind, ja. Zeg dat even op zijn Nederlands nu. Zit je vol met je gezicht in de wind. Goed zo. Zwolle vind ik altijd zo gezellig uitzien. En mooie straatjes. Mooie huisjes. En hier heb je de fabrikant van de Zwolse balletjes. Wat het ook mag voorstellen. Zwolse balletjes, gek, lekker. Och, hier oldtimer meeting of zo. Dan kom jij aan met je nieuwe Porsche. Wat? Is dit een oldtimer meeting? Ja, ik denk het wel. Allemaal voor. Wow, het ziet er wel super vet uit. Al die auto's. Dan kom jij aan met je Porsche. Ja, dat past er niet echt tussen. Ik zit ook al wat te kijken. Yo, dit is vet, die auto's. Ja, die zijn ook... Zo. Sommige zijn echt zeldzaam, hoor. Ja, zeker. Dat is net zoals een zeldzame Pokémon kaart. Ja. Maar dan een oude auto. Nou, ik heb liever een zeldzame Pokémon kaart. Ja, hè? Pikachu, ik kies jou. We staan nu in de frietent en die hele groep auto's die jullie net zagen, nou, daar is het dus, op dat plein. Kijk maar even hier zo naar buiten. Hier zie je alle auto's. En we zijn hier dus nu in een frietent in Zwolle. En ik ga vandaag leren hoe je frietjes moet maken. Frietjes bakken. Of wij gaan vandaag leren. Wij gaan frietjes bakken, ja. En dit is mijn vlogcamera, dus dit is de Enzo cam. Ja, en dit is de Bascam. Dit is de Bascam. Ja. Dus zo gaan jullie... De eerste keer, hoor. Zo gaan jullie de hele tijd zien hoe we frietjes gaan maken. En ik ben heel erg benieuwd hoe het gaat. Ja. Jij ook? Ja, ik ben benieuwd hoe ze smaken. Oh, hij wil wat in eten, hoor. En we hebben net ontbeten. Ja. Dat is wel een beetje gek. Ik bedoel, dat is het beste van Nederland. Hè? Het is nu 11:30 in de ochtend en we staan hier bij een friettent. En dat is niet echt een tijdje waarvan ik denk, nou, ik heb wel zin in heel veel frietjes. Ja, maar ik moet zeggen dat toen ik hier binnenkwam, had ik wel meteen die lucht dat ik dacht, oh, toch misschien wel even een frietje eten. Tuurlijk, hoor. Lekker frietje, moet kunnen toch? Alleen die sixpack wil ik houden. Oh, hoe moet dat nou? Hoe moet dat kan nou? Kan gewoon, het kan. Oké, okay, nou goed. In ieder geval, ik wil jullie even voorstellen aan de frietbaas. Hallo Enzo. Hi Marco. Marco, goedemorgen. Goedemorgen. En jij bent de eigenaar van deze frietent. Dat klopt. Ja, samen met mijn vrouw. Samen met je vrouw. Dus een familiezaakje. Een familiezaakje. Kinderen werken af en toe ook nog wel eens mee. Oh, kijk eens aan. Mag eigenlijk niet, die zijn 14 en 12 en de jongste is 5. Maar af en toe een beetje meehelpen. Ja, of in de foodtruck. Dat doen we eigenlijk hetzelfde principe ook met de verse friet. Oké. En daar draait de hele familie mee. Dat ja, want hier heb je de... Ja, dit is eigenlijk al een stap te ver, hè? Want, ja, dit waar... is al voorgefrituurd en afgekoeld. Oké, waar beginnen we dan? Wij beginnen met het snijden van de friet. Als we dan de aardappel op de machine en doorheen. En dan komt het daaronder mooi uit. Kan ik zeggen, zo makkelijk gaat dat eigenlijk? Je kunt zeggen, zo makkelijk gaat dat eigenlijk. Ja. Zo, nu aan mij. Nu is het aan jou weer. Durf je het aan? Ja, ik durf het wel aan. Maar volgens mij moet je best wel wat kracht zetten. Nee, valt mee. Valt mee? Ja. Nou, best wel wat kracht.
Oké, best wel wat op, makkelijk in mijn twee handen. Jongen, je krijgt spierballen, joh. Zijn er wel eens klanten in de winkel die zeggen van, oh, mag ik dat ook eens een keer doen? Regelmatig, elke dag. Ja? Ja. Ja, dat geloof ik best wel leuk. En uiteraard zien we dat ook wel, dat bijvoorbeeld kinderen allemaal staan te kijken en dan nodig ik me zat. Ja, ze zeggen, oh, kom maar eens even een keertje. Doe maar gewoon mee. En wat denk je van al die groepen Aziaten die dat ook... Oh, ja, mooi, mooi. Dat is echt super. En dat is niet om ze te belachelijk te maken, hè, want het zijn echt de liefste mensen die er zijn. Want weet je wat grappig is? Soms dan kom ik op een plek en dan kom ik allemaal toffe fans tegen. En dan zijn er allemaal toeristen, ook Aziaten en Chinezen. En die zien dan dat mensen met mij op de foto gaan. En dan komen ze naar me toe en willen ze ook met me op de foto. Terwijl ze geen flauw idee hebben wie ik ben. Dus dan zit ik altijd maar een beetje te kloten zo. Ah jongen, I'm Woody Watts, Hollywood star. Super mooi. Verbaas me ook helemaal niks dat je dat doet, hè? Ja, gewoon een beetje b***te, toch? Dat is grappig. En wat gaan we nu doen? Nou, er nog een paar erbij gooien, want het is wel een beetje weinig om dat te doen. Hij moet helemaal vol. En hoeveel gaat er ongeveer in één puntzak? Aardappelen? Onder de beide 200 gram. 200 gram. En die aardappelen verschillen dus nog wel een beetje in de grootte. Dus het is niet echt uit te rekenen van hoeveel zit er in één puntzak. Ja. Oké, wil jij eens Bas? Ja, jong, kijk. Een mooi kleintje voor Bas, hoor. Kom op. Nou. Hé, hey. Ja, een kind kan de was doen, zeggen ze dan, hè? We gaan nu een grotere. Hoppa. Terug. Nou, we gaan er even 10 kilo doorheen, jongens. Hoppa. Kijk eens. Oh, dat was een dikke. Ik heb een klein preetje probleem. Ja, een bakje van stuk. Ja, oh. Oeps, oh. Oh, Bas. Stress. Nu hebben we de bak vol. En wat nu? En nou gaan we dat voorfrituren. Dat betekent dat we dat in deze frituurpot gaan doen. Oké. Dit is onze voorfrituurpot. Staat zo rond de 140 graden. En dat is de ideale temperatuur om voor te frituren. Oké. Dus daar gaat hij dan. Gewoon erin gooien? Gewoon erin gooien. Met beleid natuurlijk, we willen ons niet verbranden. Oké. En hoe lang moet dit voorfrituren? Ik heb werkelijk geen idee. Je hebt geen idee? Geen idee. Je kijkt af en toe gewoon even. Wij werken niet met timers of met piepertjes of met andere soorten van instrumenten. Wij voelen, wij kijken en dan bepalen wij van hij heeft er lang genoeg in gezeten. Oké. En af en toe dan roeien je zo even er doorheen? Ja, dat het niet om grote klont wordt. Wauw. Ook dat er kleine stukjes kunnen komen boven drijven. Al die kleine stukjes filteren wij er eigenlijk uit. Oké, die kleine stukjes zijn niet lekker. Hoppa. Nee. Er worden hele kleine harde stukjes en dat vinden wij niet voor de kwaliteit niet goed. Oké, wauw, super zeg. Wow. Ja. Even wachten dus. En dit is wat we de hele dag door doen. De hele dag friet bakken? De hele dag door doen, frietjes bakken. Maar je kan hier ook gewoon ijsjes halen, zie ik. Ja. Soft ijs. Ja. Oh my god. Dit is zo gaaf. Moet je kijken wat ze hier hebben. Ik wist dat helemaal niet. Een eierbal. Ze hebben hier een eierbal. Ik woon in Utrecht, in Zeist. En ze hebben daar geen eierbal. Daar hebben ze niks. Nee. Daar hebben ze wel wat. Ja, daar hebben ze niks, zegt Bas. Nee, maar omdat je zo reageert, wow, eierbal hebben ze hier. Alsof dat echt typisch Drents is of zo. Maar... Nou, ik had wel op een gegeven moment het idee dat het typisch iets uit het noorden is, een eierbal. Nee, toch? Wel. Maar ik heb serieus in Utrecht, Amsterdam, Rotterdam. Rotterdam. Ik heb daar nooit. Ja, eierbal. Ik heb daar nooit een eierbal gezien of wat dan ook. Maar hier in Zwolle heb je dus blijkbaar nog wel een eierbal. Dus oh, dat wil ik zo graag eten vandaag, een eierbal. Ik heb er echt al te lang niet meer gehad. En ik ga jullie nog laten zien wat een eierbal precies is. Het is echt heel lekker. Wow, dit ziet er goed uit. Ja, de zeefjes zijn afgedoeld, dus er zitten wat spikkeltjes op. Maar ja. Verdwijnen wel weer met het... Die spikkeltjes verdwijnen als we het in de hoofdfrituur doen? Of? Komt bij het opstarten, dan zeven we hem eerst het geheel. En dan blijft er altijd wat residu achter. Okay. Zoals nu voelt hij lekker mooi aan. Dus dit halen we eruit. Okay. Dat tikken we dan eventjes leuk vrolijk uit en die vangen we op. Want deze moet eventjes afgekoeld worden. Oké. Maar dit is de eerste keer met die spikkeltjes. Daarna verdwijnt het ook allemaal weer. Dan zit alles weer in het opvangbakje. En dan ziet het eruit zoals het daar bovenop ligt. Ja, uiteindelijk komt het er zo uit te zien. Ja. Wauw. En waarom doe je het dan nu in een bak om af te koelen? Omdat het minstens een half uur, beter is nog langer, tot rust moet komen. Tot kamertemperatuur terug moet komen. Dat is het lekkerste voor het verse frietje. Oké, en dan als hij eenmaal goed is afgekoeld en er bestelt iemand en je wil patat bakken, dan doe je hem in de hoofdfrituur. Ja, dus deze gaat eerst lekker naar de afkoelplek
We hebben daar nog wat voorraad staan voor, de dag van vandaag. Oké. En daarna wordt het gewoon verder gefrituurd. Oké, en dan kan je hier een klein voorraadje leggen en dat kan je dan frituren. Ja, daaruit en dan halen we het terug, gooien we het hier op en we zorgen dat daar altijd voorraad blijft staan. En dat is het mooie cirkeltje. Dat is het mooie cirkeltje. Gaaf man. Lekker Bas, of niet? Ja, dan moeten we straks nog ondervinden of het lekker is of niet. Nou ja, je bent niet voor niets de beste van Nederland, hè? Ja, de verwachtingen zijn hoog, dus we gaan kritisch proeven. Hoe is je saté-saus dan? Saté-saus maken wij zelf op basis van Weikel saté-saus met een andere saté-saus. Ja. Mengen we dat. En dat is goed. Ja, ik ben kritisch op saté-saus hoor. Oh, Bas gaat nu doen alsof hij expertje is hoor. Is het lekker? Ja, volgens mij wel, want je hebt hem nog maar net in je handen en het bakje is al bijna leeg. 2 minuten. Oh, sorry. Heb je zelf gebakken deze? Nee, maar jij gaat zometeen wel een friet bakken. Ik ga wel jouw friet bakken. Wil je er nog één hierna? Bas die heeft een goed idee. Het leek Bas wel leuk dat Bas gewoon binnen gaat lopen. Doen alsof hij een klant is. Ja, dus jullie zijn allemaal klanten. Ja, en dan ga ik Bas helpen met zijn bestelling. Heb je geld bij? Maar het wordt boemba dikke bestelling, jongen. Ja, heb je geld bij je? Ja, sowieso. Oké, dat is goed. Ben benieuwd. Ik heb zin in een frietje. Hallo, goedemiddag. Kan ik je helpen, meneer? Ja, ik wou graag een frietje. Wat voor frietje? Frietje oorlog. Patatje oorlog? Ja, lekker. Wilt u er uien bij? Ja, heerlijk. Ja? En mag ik er ook een eierbal bij? Ik ga ze vers voor maken. Zo. Zo. Wat doet u dat goed, meneer? Er wordt gewerkt hier voor de beste friet van het land. Patatje oorlog? Ja, lekker. Mooi. En een eierballetje graag. En een eierbal. Ja. Ja, die heb je in Utrecht niet, hè meneer? 2 eierballen. Komt uit Utrecht? Nee. Oh. Ik kom door het hele land. Ik kom door het hele land? Snap je? Hele land. De kijkers komen van het hele land. Oh, smooth. Oké. Okay, een eierbal. Ik heb niet heel veel tijd, meneer. Dus ik weet niet of je een beetje kan opschieten. Ja, sorry. Dat is mijn vervelende collega die alles denkt dat ze al het beter weet. Een eierbal. Dankjewel. Oké, een eierbal. En een patatje oorlog. Ja. Dat is een puntzak oorlog. Ik wil 2 eierballen. 2 eierballen? Ja. Nou, dan klik ik die nog een keer aan voor u. En een puntzak oorlog. Ja. Oké, dat kunt u pinnen. Oké, moet ik even mijn portemonnee pakken, ja? Wacht maar. Ik betaal vandaag, oké? Okay? Kijk, eerst maar invoeren. Oh, moet eerst invoeren? Oh, dit is echt je eerste dag, hè? Dank u, meneer. Wat een service. Kijk eens aan, alstublieft. Zo'n vriendelijke klant bent u, ik betaal voor u. Oeh, wow, kijk. Echt? Hier hebben we de eierballen. Hebben we er 2 voor nodig? Ja, 2. Kunnen we die in de frituur? Ja. Let wel op, met de frituur. Ja, deze. Maar bevalt het je eerste dag? Ja, zeker weten. Okay. U kunt plaatsnemen op een stoel, dan kom ik straks bij u met de Ik ga aan de kant. Dank u. Ga ik een grote milkshake maken voor meneer? Oh, dat is ideaal. 1 druk op de knop. Hopsakee. Dek van de zijn. Alsjeblieft. Zo doen we dat. Yeah. Nou, ik heb er eventjes voor gewerkt. Ja, je hebt het verdiend. En ik heb het ook nog betaald. Dus daar zitten we dan. Lekker patatje oorlog, 2 eierballen. En dan ga ik nu mijn allereerste patatje proberen. Bas die heeft al een hele puntzak op. Ik heb wel 3 zakken op, man. Is hij lekker? Hij is echt super. Hij is lekker. Ik vind het wel apart, want aan die patat zit dus zeg maar nog een stukje aardappelschil. Ja. Maar het is lekker. Ja. Ja. Is echt lekker. En nu nog de eierbal. Ja. Zo, kijk dan hè. Dit is lekker, mensen. Ja, dit is echt homemade hoor. Oi, oi, oi. En dat zo op het begin van de middag. Lekker hoor. Oh. Ja, ik ga niet langer wachten. Ik ga ook een hap nemen. Nou, daar gaan we. Ja hoor. Dit zijn ze. Oh, ik zou het echt een keertje proberen. Als je ergens bent en je ziet een eierbal staan. Probeer het. Sowieso doen. Ik heb nog eventjes wat op het gastenboek geschreven. Natuurlijk even mijn website erbij. Nou, dat was hem. Heel erg bedankt. Prachtig man. Top.
Dankjewel, ik vond het heel erg leuk. Bas, we gaan met mijn nieuwe auto naar huis. Is dat zo? Dames en heren, het Tesla X-model, jongen. Wow, gek. We gaan even een lekkere familietochtje maken. Nou, daar gaan we dan. Het is zo bizar dat je gewoon niks hoort, hè. Jezus, vriend. En de voorruit is ook groot, jongen. Ja, die is heel groot. Die gaat helemaal door tot hierboven, hè. Super vet. Ziek hoor. Maar je hoeft deze auto niet zeg maar warm te rijden. Nee, gewoon... het is gewoon een accu die kun je gelijk. Gelijk vol gas. Je kan je gewoon alles opzoeken wat je wil. Ja. Zo gek. Je rijdt al 100. Ja, dat kan met zo'n auto, hè. Jee. Nou, de eierbal en de patat zijn weer omhoog. Maar wat wel heel erg wennen is dat als je zeg maar. Ja, je kan niet echt zeggen gas, maar zeg maar loslaat, dat die dan heel erg afremt. Ja, dat heeft de rem op de elektromotor, dan gooit hij die energie weer terug in de... We gaan linksaf, linksaf. Dan gooit hij de energie weer in de accu. Ja, precies. Ja, dat is geniaal, hè. Dus als je afremt met deze auto, stel voor je rijdt iets van 140 en je laat het pedaal laat je los waarmee je rijdt, dan gaat hij weer nieuwe energie opwekken voor op de batterij, zodat je die weer kan gebruiken om weer verder te komen. Echt super, super slim. Maar kan deze nou ook zelfstandig rijden? Ja, gaan we zo even doen. Ja? Echt? Maar nee. Kan die zelfstandig rijden? Ja. Oh, dat is dik. Ja, goed. En dan heb je dat klein middelste hendeltje links van jou. Er zitten drie hendels. Die tik je twee keer naar je toe. Twee keer naar je toe. Nou rijdt hij zelfstandig. Nee. Je kunt gewoon een kaartspel spelen. Ik hoef niks te doen. Nee. Nou, helemaal niks. Je hoeft geen gas te geven, niet te remmen. Je hoeft niet te sturen. Nou rijdt hij zelfs. Ook als er een auto voor hem komt, gaat hij afremmen. Ja. Ja, hij rent gewoon niet. Wat? Yo, wat? Ja, echt hè, dat zou ik doen. Ik zou gewoon lekker pitten, joh. Maar je moet wel heel vaak. Je moet hem wel in de gaten houden, natuurlijk. Hè. Hij is ook nog aan het leren, de software, et cetera. Ja, dus je moet het wel in de gaten houden. Rijdt hij zelfstandig. Wat? Dit is echt niet normaal, dit. Zo, dit is wel heel erg raar, hoor. Nou, dit is mijn stuur en ik hou het niet vast. En voor me zijn auto's. En ik ga het stuur ook niet vastpakken, want ja, dat hoeft niet. Want hij rijdt helemaal uit zichzelf in autopilot. Dit is echt niet normaal. Ik doe gewoon helemaal niks. Het is heel bizar dit, hoor. Het is echt bizar. Nou, ga ik maar eens even... Kun je mijn laptop pakken, Bas? Dan upload ik even een YouTube-video. Ga even vlog editen. Ga ik even editen, ja. Maar ja, nu heb ik wel begrepen dat je mag deze functie gebruiken. Maar je moet nog wel goed je aandacht hebben bij het verkeer. En je moet je handen gereed hebben... om in te kunnen grijpen. Heb ik dat goed? Ja, ja. Ja. En als je dat kleine hendeltje twee tikjes naar boven doet, dus je hebt dan ook 40 max staan. Oh ja, hij gaat per tik omhoog, gaat hij harder rijden. Jij moet opletten, ik niet. Oh, ik moet wel opletten, Ik heb van een hele lieve fan een A4'tje gekregen en daar staan een paar liedjes op voor in de auto. Dat heeft ze ook geschreven en er staat hier, en dat is het allereerste nummer wat we ook even gaan luisteren. Ik ben altijd namelijk op zoek naar nieuwe nummers, dus ik vind het heel erg tof dat deze lieve fan heeft nagedacht om mij fanmail te geven waar dus allemaal nummers op staan voor eventueel in de auto. Dus ik ben heel erg benieuwd of ze chill zijn. Zo ja, dan ga ik ze in mijn afspeellijst zetten. En misschien jullie ook wel. Zo kunnen we elkaar helpen met nieuwe muziek. Dus heb jij nog een tof nummer, laat het weten in de reacties. Maar het eerste nummer wat wij gaan luisteren is van... K3. Ik denk al, dat staat er niet op. Maar je bent ook zo grappig, Bas. Panda Eyes, Colorblind. Ik ben heel erg benieuwd. Zo. Oh, lekker hoor. Dit begint ook al lekker. Een populaire flitslocatie, maar ook een regenboog. Kijk voor je. Oh my god, check die regenboog. Zien jullie hem?
Even wachten tot het viaduct is geweest. Daar! Ja, heel lichtjes inderdaad. Oh, echt heel lichtjes, maar wel super vet. Oh, je zag hem even heel mooi tussen die bomen door. Wil je even mijn tattoo insmeren? Mm-hmm. Want dat moet natuurlijk wel gebeuren. Als je een tattoo hebt, dan moet je je tattoo altijd even insmeren. Ja. Met babyzalf. Precies, dus je hebt het even doen. Wat? Hoop je dat er veel door? Ik wist het, hè. Ik wist het. Was hij goed of was hij goed? Ja, hij was goed. Maar ik vind het dan zo lullig, weet je. Want als ik zeg van ja, hij lijkt zo nep, weet je dan. Ja, kan er misschien heel lullig overkomen, maar ik zag hem meteen al wel. Ja? Ja, hij was gewoon te netjes, te snel genezen. Als je keek naar die van mij, heeft een week is hij gewoon rood geweest. Iedereen gelooft het, hè? Ja. Iedereen. Oh, maar mama, dat is hard, jongen. Oh, mama. Jij... En dan zit mijn hele bed eronder zeker, of niet? Nee, zeker. Heb je nu net er gewoon afge... Ja, ik heb hem net onder de douche afgehaald. Wat een goede grap. Wij willen jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze vlog. Oké. Okay. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar de vlog. Ik zou zeggen, vergeet niet een blauw duimpje omhoog te doen als jullie het tof vinden. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En hopelijk check jullie morgen allemaal bij een gloednieuwe vlog om 4 uur. Ik wil jullie allemaal heel erg bedanken. Nogmaals, was super gezellig. Was super gezellig. Ik zou zeggen, ik zie jullie morgen. En dikke, vette peace.